We hebben ook aangevoeld dat eigenlijk in ons woonzorgcentra zelf de bewoners, maar voornamelijk ook familie van bewoners, zelf die informatie ook heel acuut begonnen op te vragen. Dus we wisten van, we weten dat als we nu maatregelen nemen, dat mensen daar heel veel begrip voor gaan hebben. Dus ja, het is een afweging. Ja. Je moet dat natuurlijk opbouwen. Ja. Ja. Twee weken geleden, dat was geen toeval dat ik toen begon met te zeggen, dit is een pandemie. Weten dat we dan een week hadden om neutrale informatie te brengen, om het level van bezorgdheid bij de bevolking ergens op een bepaald niveau te krijgen. Daar zat een idee achter van communicatie, omdat u wist wat er kwam. Omdat je weet wat er komt. En je kan niet gaan van nul naar deze toestand. Want dan krijg je paniek en lege rekken in de supermarkten. Ja. Dus dat moet je opbouwen. Ja. Ja.